Ik ben Heiko Meijer van Onyx NL Architecten uit het noorden van het land. En we zijn hier in Leermens, een heel mooi plaatsje in het noorden van Groningen. En in Leermens zijn we vervolgens in de kapsteenwoning, waar we compact wonen in een houten huis. Compleet natuur inclusief, biobased. Wonen onder een kap is volgens ons een mooie kans die kwaliteiten biedt die je op begane grond vaak niet hebt. Waarbij je de kwaliteit van het hout voelt en de kwaliteit van de kap ook als woonruimte ervaart met een mooi uitzicht omdat je hoger woont. Het is gewoon een huis met een kap, zo kun je het zeggen. Het is een volumewaarde goot op 4,80 meter hoogte zit. En op 1,50 meter heb je een knik in de wand zitten in het vertrek. Waardoor je de volledige ruimte 6x6 meter kunt gebruiken. Je kunt er zelfs een keuken in de rand plaatsen. Dus het is een hele aantrekkelijke ruimte van 6 meter bij 6 meter bij 4,50 meter intern in het midden hoog en 1,50 meter in de zijkant hoog. En dan met die grote ramen en de kopse gevels heb je natuurlijk voor een waanzinnig uitzicht. Het is een compacte footprint. 6 meter 34 bij 6 meter 34 uitwendig. En twee lagen, wat goed uitbreidbaar ook is. Er zijn allerlei opties om naast deze compactheid van basismaat, om daar dingen aan en op te bouwen, naast te bouwen, door de bouwer zelf, maar ook als het je goed kunt en je hebt de mogelijkheden, dat je dat zelf later uitbreidt. Dus het heeft ook een soort hoog instapgehalte om zelf er wat aan te gaan timmeren. En tenslotte is het van hout, dus dan kun je, als je een beetje handig bent, kun je goed timmeren. We zijn hier in Krevert met een fantastisch uitzicht over het ruimte, wat we natuurlijk in Groningen heel veel hebben, ruimte. En nog eens ruimte om ons heen. En je ziet dus ook het voordeel als je wat hoger woont. Dat je dus wat mooie uitzicht tot in ver in de horizon hebt. En als je geluk hebt, heb je nog een zonnetje met mooie wolken. En de gezelligheid van andere huisjes om je heen. In Krevert zijn wij op een plek waar tijdelijke huisvesting gerealiseerd moet worden. En dat doen wij voor NCG. Die tijdelijke huisvesting die hebben wij wat mooier gemaakt dan wat we kennen met de tijdelijke huisvesting. En zo verleidelijk gemaakt dat mensen misschien het later laten staan. Omdat het zo'n compact voetafdruk is en ook weer de mogelijkheid dat je boven onder de kap kan wonen, leek het ons ook wel een mooie plek hier om dat te realiseren. We zien hiernaast de eerste variant van dat je het dak doortrekt, dat je dan een zijbeuk hebt. En als je dan dat aan de andere kant doet, dan heb je weer een andere variant. En zo zijn er allerlei varianten van het huisje mogelijk. Direct dan wel indirect gerealiseerd. Het is een volledig houtskeletbouw huis. Ook een houtskeletbouw vloer. Het ligt wat hoger op stalen balken die dan weer op stelkomplaten liggen. En het is cellulose isolatie. Dampopen. Zonnepanelen op het dak, aan beide kanten, zodat het onafhankelijker is van hoe er georiënteerd wordt. Je kan er makkelijker mee spelen. Het is ook zodanig gematerialiseerd dat en uitgewerkt dat er geen dakdoorvoeringen zijn. Dus al die glazen platen die vormen een strak beeld, dat hebben we net op afstand gezien. Ja, de bouwderij in Groningen die is gespecialiseerd in houtskeletbouw. Die bouwt het prefab in volumes, dat wordt er hier in volumes neergezet in onderdelen. En dan staat er in een paar dagen staat zo'n volume in echt grote lijnen overeind. En dan wordt er nog verder afgewerkt in de installaties en de afwerking. Het is volgens bouwbesluit voldoende. Het is bedoeld om 5 jaar tijdelijke huisvesting. En dan moet het weer verwijderd worden en elders geplaatst worden. Daar is op gerekend. In dit aardbevingsgebied hebben we natuurlijk overal de vraag van tijdelijke huisvesting, waarin tijdelijk in zo'n huis gewoond wordt, van 3 maanden tot een jaar, afhankelijk van hoeveel schade er gerepareerd moet worden in het huis zelf.
of dat er volledig nieuw huis moet komen. En zo zal er hier in 5 jaar tijd door heel veel bewoners tijdelijk gewoond worden.